Goed, over het moeten ben ik uh, wel uh, redelijk mee eens, uh, over dat we ze gaan winnen. Ja. Heracles is voor ons even moeilijk als elke andere wedstrijd. Hè. We hebben ook in de heenwedstrijd van Heracles verloren, dus uh, het zal een moeilijke avond worden. Maar ja, je moet toch ergens je punten gaan, gaan sprokkelen en dan denk je in elke thuiswedstrijd, maar dat heeft niks met Heracles te maken, ook AZ thuis, Feyenoord thuis, verwacht je of, of moet je straks punten gaan halen, dus uh, die, qua, qua, oefening, qua de, deze oefening is, is, is vrij makkelijk eigenlijk. De eerste drie wedstrijden na de winnenstop zijn verloren. Ligt er dan toch wat extra druk, vind jij op deze wedstrijd? Nee. Zeker omdat het ook thuis is. Nee, want wij willen thuis altijd winnen. Gelukkig. Of, of ongelukkig, uh, werkt het niet altijd zo, of, of doen we dat niet altijd. Uh, maar wij willen zeker onze supporters iets, iets teruggeven. We willen punten pakken uh, voor onszelf, vooruit de problemen te geraken. Ja, en we willen absoluut uh, nog eens een, een thuiswedstrijd winnen. Dus, uh, ja Daar moeten we alles voor doen, hè. daar moeten we alles verlaten en daar moeten we vol voor gaan. Maar als je kijkt naar deze week, hè, natuurlijk Herakles uh, uh, thuis en dan Excelsior zondag, uh, Carnaval zondag uit. Het zijn natuurlijk wel de wedstrijden, ik snap als ze moeilijk zijn, hoor, maar wel de mogelijkheden zeg maar, om punten te pakken. Ja, absoluut. En uh, dat, dat ligt ook binnen onze mogelijkheden. Alleen moet je toe, je moet die trekker overtrekken. Hè. We kunnen het blijven herhalen van uh, efficiëntie en rendement. Uh, wij moeten eens één of twee goals gaan maken. Hè, dat je ook net iets makkelijker speelt. Hè, dat je ook een foutenmarge mocht hebben. Ja, nu spelen wij veel wedstrijden aan ja, 0-0. Het blijft 0-0. Dan kan je altijd eentje tegenkrijgen. Dus uh, wij moeten iets meer stoot en daadkracht hebben. En, uh, en dat gaan we proberen morgen. Ja, om die effectiviteit wat aan te pakken heb je bijvoorbeeld uh, twee spitsen gehaald uh, in de winterstop. Um, ja, hoe staat het daarmee? Tevreden heeft natuurlijk uh, afgelopen zondag tegen Ajax uh, al zijn intrede gedaan. En die andere, gaat dat nog wat worden? Bijvoorbeeld morgen al. Ja, hij heeft ook wel een trainingsachterstand, een wedstrijdachterstand natuurlijk. Sadiq speelt vanavond voor de eerste keer bij Jong Nak. Dat is ook de eerste keer dat we hem echt kunnen beoordelen in een wedstrijd. Dus uh, goed, ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij een goede indruk laat. En uh, nogmaals, iedereen is aanzetbaar. Dus uh, iedereen kan in principe uh, spelen. Afgelopen zondag tegen Ajax, de eerste helft speelde je anders dan de tweede helft. De tweede helft ging je eigenlijk weer met drie spitsen spelen volgens mij, zoals je altijd al speelde. Gaat daar iets wezenlijks veranderen nu je andere spelers hebt aangetrokken? Maar goed, ik heb het gezegd toen die spelers zijn gekomen, dat we veel meer mogelijkheden hebben, veel meer variatie hebben. Maar goed, eh, iedereen roept altijd eh, dat we met twee spitsen moeten spelen. Maar eh, ja, ik heb daar een ander idee over. Het gaat niet om met twee of met drie spitsen spelen. Het gaat over de filosofie. hebt dan hoe je het eh, invult en een bal bezit, een bal verliest. Wij willen aanvallend voetballen, wij spelen ook. Eh, wij willen eh, de bal hebben, wij willen dominant voetballen. Maar goed, eh, daar moet in de zone van de waarheid iets. Iets meer daadkracht bij, iets meer stootkracht bij, iets meer efficiëntie bij. En uh, dan, dan kunnen wij wedstrijden gaan winnen. Maar uh, we kunnen erover praten. We moeten het in de wedstrijden uh, gaan doen. Maar het klopt inderdaad dat veel mensen zeggen van nak moet met twee spitsen gaan voetballen. Dat roepen ze trouwens al jaren, moet ik zeggen. Uh, wat vind je van die discussie? Uh, Erg je eraan of zeg je van nou ja, ik begrijp het ergens wel? Nee, goed, uh, iedereen mag zijn mening hebben. maar. Uh, Welke ploeg op, op het hoogste niveau speelt dan nog met twee spitsen, vraag ik mij af. Dat is bijna niet meer met twee echte spitsen. Omdat je één, dan moet je heel sterk zijn. Hè, dan moet je altijd de bal hebben en moet je beter zijn als de tegenstander. Want anders kom je op het middenveld in de problemen. En hè, wij zijn jammer genoeg niet uh, sterker als, als, als elke ploeg in, in de Eredivisie. Dus we hebben, maar goed, je kan met twee spitsen spelen als ze complementair zijn en als ze verdedigend beide hun, hun ding doen. Nou, anders komen wij tekort. Uh, maar nogmaals, als je met met een 10 speelt of een 9,5 speelt, het is allemaal welke afspraken je hebt in een bal bezit. Uh, wij willen aanvallend voetballen, wij willen genoeg mensen in de 16 meter krijgen en wij willen goals maken. Dus uh, dat is de filosofie en, en dat willen we terugzien in de wedstrijden. Ja, dus eigenlijk is dat wat dat betreft een beetje een non-discussie dan? Ja, ik vind van wel ja, want nogmaals, ik, ik, ik ben een coach die, die ik, voor mij is, voetballen, is, is aanvallend voetbal of verdedigend voetbal heeft helemaal niks te maken met uh, het aantal spelers uh, dat je aanvallend of verdedigend op, op het veld hebt. Het gaat enkel om je ideeën en uh, wat je wil terugzien uh, in, in beide aspecten, balbezit balverlies en uh, dat is voor mij inderdaad uh, geen enkele discussie. Bart Meijers, die moet jij uh, missen, morgenavond tegen Herakles, uh, geschorst, hè, twee gele kaarten. Ja, dan ligt er een klein puzzeltje, denk ik, voor jou. Valt het wel mee. Ja, het valt in principe voor mij wel mee. Ik was daar snel uit uh, welke speler ik daar uh, wilde zetten. Dus uh, we hebben we verschillende opties. Uh, we kunnen schuiven, we kunnen één op één uh, vervangen. Dus uh, ik denk dat ik daar uh, snel uit was. Kauw match, neem ik aan? Uh, dat is een optie. Ik kan schuiven met, met, met uh, Arno Verschuren. Uh, ik heb nog een aantal uh, opties. Dus, uh, die ga ik niet verklappen. Hè? Die ga ik niet verklappen, nee. Ik wil, nee dat snap ik. Herakles ook niet slimmer maken dan zal zijn. Zoals gezegd, woensdag Herakles, dan zondag Excelsior. Mogen we dan toch een beetje spreken van de week van de waarheid? Of welke richting ik het insla? Nee, uh, en zeker niet om, om de druk weg te halen, want ik leg denk, het meeste druk op mezelf. Nee, uh, want dat zou dan zeggen dat wij de volgende wedstrijden die eraan komen, die moeten wij dan plots niet meer winnen. Ja, de, zo werkt het niet. Hè. Het zijn nog, ik weet niet hoeveel wedstrijden, nog heel veel. Uh, 13, 14 zeker. Ja, goed, uh, wij moeten elke wedstrijd proberen te winnen. Uh, moeten is, is, is moeilijk. Maar wij gaan elke wedstrijd voor, voor punten te pakken. En, uh, ik besef meer dan wie ook dat wij uit vroeg of laat, tegen wie dan ook, moeten wij punten gaan halen om uit de problemen te geraken. En, uh, ik ben ervan overtuigd dat wij dat kunnen en dat gaan doen. Wat mij opviel. En... Dat denk ik wel heel erg belangrijk is, wat ik ook tegen Ajax, zag zag de tweede helft, is dat jouw ploeg nog altijd blijft vechten. Hè, altijd blijft knokken, zeg maar. Dat is denk ik echt wel een houvast zeg maar, waar jij heel erg blij mee bent. Ja, absoluut. Dat is ook de houvast. Hè. Als je niet genoeg wedstrijden wint, je kan ook heel belabberd spelen. Je kan je ploeg te weinig mentaliteit zien tonen en verliezen. Ja, dan heb je gewoon een gigantisch probleem. En dan was ik er waarschijnlijk al niet meer. Bij ons zie je dat en jongens willen voetballen, durven voetballen, dominant voetballen. Ik vind het toch echt bizar om te horen als ik op de persconferentie van Ajax zit. en de trainer van Ajax zegt dat wij in de tweede helft een aantal mogelijkheden krijgen op de counter. Ja, dat is toch raar om te horen van de coach van Ajax als je in de arena speelt. Dus dat wil zeggen dat wij durven voetballen, dat wij kunnen voetballen. Alleen moeten wij echt die, 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 die trekker gaan overhalen straks. om wedstrijden te winnen. Maar niks zegt in mij dat, dat spelers niet willen. Dat zie ik elke dag in training. Dat zie ik in wedstrijden. Maar nogmaals, op het eind van de rekening word je afgerekend op resultaten, zowel mijn spelers en op de eerste plaats ikzelf.